Want, Lisette, ja, er komen maatregelen tegen de komst van Moldavische asielzoekers. Ja, het moet nu echt maar eens afgelopen zijn. Dat vindt staatssecretaris Broekers-Knol. Ze komt met maatregelen, want in de afgelopen periode waren er 480 Moldaviërs die hier asiel aanvroegen. Ook was het zo dat er een groep Moldaviërs in een bus bij Ter Apel, bij het grote asielzoekerscentrum, van de weg werd gehaald. Dat kwam omdat ze weer hier naar binnen probeerden te komen. Ze proberen dat in heel veel landen van de Europese Unie. Ze worden eigenlijk nergens toegelaten, maar ze blijven het overal maar proberen. Het moet nu dus in ieder geval duidelijk worden dat dat bij ons niet de bedoeling is. Om daarvoor te zorgen krijgen ze straks een sober verblijf. Geen geld, maar alleen eten, drinken en verzorgingsartikelen. En ook beslist de IND extra snel of de Moldaviërs terug moeten. Mevrouw Jasilgus, zou dit een aanpak moeten zijn die voor alle zogenoemde veilige landers zou moeten gelden? Ja, hoe meer we daartegen kunnen doen, hoe beter. Want het zijn mensen die hier naartoe zeggen te vluchten, maar waarvan we weten, daar valt niet zoveel voor te vluchten in het land waar je vandaan komt. En die vervolgens vaak in de illegaliteit verdwijnen en ook verantwoordelijk zijn voor heel veel criminaliteit. En die mensen hebben weinig te verliezen, die weten toch, ik mag hier niet blijven, die willen niet terug. En gaan vervolgens hier heel veel rotzooi uithalen. Dus ik ben ontzettend blij dat staatssecretaris Broekers-Knol zegt, ik ga hier echt een halt toe roepen. Meneer Latte, we hebben het straks met u over de demografie. Daar bent u natuurlijk bijzonder hoogleraar in de bevolkingsgroei. Deze mensen, zijn die nou onderdeel van de groei van onze bevolking? Of tellen zij eigenlijk niet mee in de cijfers? Nee, het is de informele bevolking, zou je moeten zeggen. Tellen niet mee. We hebben dus de mensen die geregistreerd zijn bij de gemeente. Die tellen, die worden geteld. Maar ik vermoed dat er steeds meer mensen zijn die dus informeel in dit land verblijven. Maar zij drukken wel op onze verzorgingsstaat. Ja, ja, ze maken ook gebruik van de stoep, zeg ik wel eens. En ze moeten ook naar de dokter. Dus je moet je eigenlijk, zeker in de grote steden en zo, moet je voorbereid zijn op meer mensen die hulp bijvoorbeeld nodig hebben dan dat je denkt. Formele bevolking en je hebt nog een heel deel bevolking. Wat je niet weet hoe groot de omvang is. Dat vind ik ook wel een vraag voor de politiek. Ik hoor nooit naar iets over een schatting van het aantal illegalen in dit land. Ik zou wel benieuwd zijn hoeveel men denkt dat het er zijn.